Schuim de aarde gaat voor een groot deel over lotsbestemming versus maakbaarheid. In de westerse wereld hebben wij bijna een heilig geloof in het feit dat wij ons eigen leven kunnen vormgeven. Terwijl in andere landen veel meer een cultuur van lotsbestemming heerst. Hoe zie jij dit? Had Anju op enig moment zijn achtergrond achter zich kunnen laten?